bodysuit. Hij is kleur roze, je ziet. Hij is €7,99. Ik ben van plan dit onder een blazer te dragen. Of onder een blouse. En dan de blouse iets meer opengeknoopt. Dus dan zie je mijn BH-bandjes niet. Die zien jullie nu wel. Sorry, het staat niet erg flatteus. Maar goed, ik doe het om het even te laten zien. Geen BH is geen optie. Het is een string bodysuit. Dus aan de achterkant zal je als het goed is de lijnen van de string niet zien. Dat vind ik dus fijn. Ik hou er niet van om je onderbroek door je broek heen te zien. De bodysuit die ik net in het roze aan heb, die heb ik nu in het zwart aan. Hetzelfde model. Ook voor onder een blazer of een blouse of iets dergelijks. Sluit goed aan. Beide heb ik in maat S gekocht. Dit is de Little White Lies top. Ik heb hem gekocht in extra small. Je moet hem om je heen wikkelen. En ja, zonder topje eronder vind ik dat het niet kan. Dan komt het te veel bovenuit. En aan de onderkant is hij ook wat kort. Dus als hij er omhoog kruipt, dan zit er nog een topje. Een stukje van mijn topje onder. Ik vind hem wel heel mooi. Je kan hem zakelijk gebruiken, maar ook gewoon in mijn vrije tijd. Aan het einde van de band, aan het einde van de mouw is het afgesloten met elastiek. Waardoor het hier nog extra losjes valt. Ik vind het mooi. En deze top was $19,99. Dit is de Anything But Square bodysuit. Het is weer een bodystocking. Weer met een stringsluiting. Ik heb hem in extra small gekocht en hij was €19,99. Ik heb hem eigenlijk een beetje op de gok gekocht. Ik had er mijn twijfels over, omdat op de website het model dat showt, daar kwamen de borsten kwamen er helemaal uit. Ik denk, oh jee. Vind ik een bodysuit met korte mouwen vind ik wel ook fijn om te hebben. Die kun je ook zo, zoals ik nu draag, op mijn spijkerbroek of iets dergelijks dragen. Dus ik had hem op het gok gekocht. Maar het valt me reuze mee. Ik vind hem lekker zitten. Sluit goed aan. En na een paar keer was hij hier nog steeds niet faal. Dus goede kwaliteit. Dit is de Not Your Girl pant. In zwart. Hij is $29,99. Het is een hoge taille. Hier als accent dat het dan een beetje ingesneden is. Een striklint eromheen. Strak model. Kleed vind ik mooi af. Sluit goed aan. Zit ook wat spandex in. Wat ik wel vind is het heel, ik vind het heel moeilijk om erin te komen. De rit zit aan de achterkant. Ja, om die dicht te krijgen. Want hij moet strak zitten. Dat, nou, ik ben blij dat ik erin gekomen ben. Hij is niet gescheurd. Ik had er ook eentje in cakeje besteld. Maar die kwam al beschadigd aan. Dus die kan ik jullie helaas niet laten zien. En ze hebben ook nog in het wit. Daar heb ik nog over getwijfeld. Omdat ik het model gewoon zo mooi vind. Maar ik denk zelf dat die witte heel erg doorschijnt. En ja, dan vind ik het zonde om te kopen. Want dan moet je er weer wat onder gaan doen. En ja, dat vind ik gewoon niet mooi staan. Maar over deze ben ik heel tevreden. En met mijn lengte, ik ben 1,60 meter, zit die heel goed ook. Ik hoef hem niet in te laten korten. Zit eigenlijk perfect. Dit is de Bria High Rise Pant in het zwart. Ik heb hem in extra small gekocht voor $22,99. Nou ja, High Rise Pant zegt het al, hoge taille. Het is een heel erg stretchy stofje. Dus als je hem, je kan best een maatje kleiner kopen. Dan sluit hij heel mooi aan en hij rekt uit, dus dan moet het goed komen. Het schijnt niet door, ondanks dat hij zo strak zit. En ja, hij geeft goed mee. Lengte is ook weer goed. Lekker veel stretch in, waardoor je je vrij in kunt bewegen. Dit is de Penelty Pointy Pant in black. Ik heb hem voor $15 gekocht, dat was in de aanbieding. Het is maat extra small. Er zit veel stretch in. Er zitten lusjes in, dus je kan hem eventueel met een riem dragen. Ik denk dat ik dat wel ga doen, want hier sluit hij toch niet helemaal lekker aan. Sluit rond de billen wel goed aan en schijnt niet door.
De lengte is goed. Ik heb er wel wat stof over, maar ik hoef het niet om te slaan of in te laten korten. Ik denk dat je tot lengte 1,75, dat je dan geen hoog water effect hebt. Dit is de Casey Pleated Pant in maat extra small. Ik heb hem voor $29.99 gekocht. Ja, dit is echt een broek voor op kantoor. Er zitten ook lusjes in, dus je kunt er een riem omheen doen. Er zit geen stretch in, dus je moet hem wel op de goede maat kopen. Nu vind ik hem zelf. Ik heb mijn draagmaat extra small en in Nederland heb ik maat 34. En hij zit nog wat losjes. Dus hij is zeker niet klein uitgevallen, de broek. De lengte is voor mij zelfs net aan goed. Anders was hij, als ik een paar centimeter groter was geweest, vond ik hem eigenlijk te kort. Zoals ik broeken wil dragen. Dus dit model is niet geschikt voor de wat langere dames. Dit is de Nova Boost Jumpsuit in combinatie met de Nita Ripped Cardigan. De jumpsuit was $19.99 en die cardigan die is niet meer te koop. Maar ze hebben wel verschillende andere vesten. Dus als je op de site kijkt, je wil zo'n soort vesten niet zien te vinden. De jumpsuit, ja, die heb ik eigenlijk gekocht omdat ik gewoon eens wilde proberen hoe dat nou zou zitten bij mij. Ik heb geen idee wanneer ik dit aan moet doen. Een stofje, dat is, ja, het is wel, het is heel strak. Ik denk dat je er ook geen onderbroek of iets dergelijks onder moet dragen, want je ziet dat gewoon, ja. Ik weet het niet hoor, maar ik vond het gewoon leuk om te kopen. Sommige dingen koop je gewoon voor de heb. Dat heb ik nogal vaak helaas, maar goed. En het vest of de cardigan, zoals zij dat noemen. Ja, dat vind ik leuk. Hier met die uitsneders. Een beetje een flowy. En ik heb wel andere jumpsuits die ik eronder kan dragen. Ja, deze, ja. Geen idee hoe dat, of ik dat ooit ga dragen. Maar ik heb er één.